Geschat wordt dat in Nederland dagelijks meer dan 1 miljoen mensen gebruik maken van een schrijfmachine. Een apparaat dat uit de huidige administratie niet is weg te denken. Toch zijn ook hier veranderingen aan de gang. Want voor tekstverwerking wordt meer en meer gebruik gemaakt van het beeldscherm. Al blijft het aanslaan van letters noodzakelijk. Dat was ook al het geval met de Girograaf uit 1845. Een van de oudste schrijfmachines ter wereld. Hij maakt deel uit van een collectie van meer dan 650 machines... die op aanvraag te bezichtigen is in het Schrift- en Schrijfmachinemuseum... dat gevestigd is in een klooster in Tilburg. Conservator is Frater van den Berg... die zeer is ingenomen met een Duitse machine uit 1884... waarbij de letters zijn aangebracht op een lange staaf. Zo'n gemeenschappelijke drager van de letters kan ook een cilindervorm hebben... Uit 1904 stamt de wijzermachine, die tot na de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt en waarbij het letterteken op een scala wordt opgezocht. Bij de Engelse machine van Lambert uit 1896 staan de letters onder op een kolf. Omstreeks 1890 verscheen de Remington 5 op de markt, waarvan de wagen moest worden opgetild om het schrift te kunnen zien. Elk letterteken had zijn eigen typearm die tegen de onderkant van het papier tikte. In de boeiende verzameling bevinden zich ook schrijfmachines uit een meer recente tijd. Zoals een Chinese uit 1951, die een capaciteit heeft van 3000 verwisselbare karakters. Het is bekend dat al in 1713 de eerste patenten op schrijfmachines zijn aangevraagd. Sindsdien is aan de vorm veel, maar aan het principe van het machinaal schrijven weinig veranderd.